Ryanair moet alsnog ontslagvergoedingen gaan betalen. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdag uitgesproken. De vergoeding moet betaald worden aan 8 piloten die tot eind 2018 op Eindhoven Airport hebben gewerkt. Volgens het hof heeft Ryanair in een arbeidsconflict ernstig verwijtbaar gehandeld. Daarom hebben die piloten recht op vergoedingen ter compensatie voor de geleden schade. Ryanair is eerder in hoger beroep gegaan omdat de luchtvaartmaatschappij vindt dat er juist niet verkeerd is gehandeld. Nu vraagt het hof om meer informatie aan de piloten om de hoogte van de vergoedingen te kunnen bepalen.